Kerstfeesten 2023. Dat u nog lang feesten voor vele jaren. En alle ziekten voorkomen, alle ziekten stoppen. Om milieuproblemen te voorkomen, milieuproblemen te stoppen. Eet dan menselijk ras eigen. Zelfgegroeide kiemen en tomaat. Hier moet u uw eiwit uithalen uit de kiemen. Tomaten, rauw zorgen voor kanker voorkomen. Lycopene. Als u de tomaten kookt, dan creëert u een toxische verandering, een chemische verandering. Zal uw voedsel ruiken en dat betekent dat uw voedingsstoffen, de lycopene inclusief, de lucht ingaan. Dus gekookte tomaten kunnen geen kanker voorkomen. Alles dat rauw is, voorkomt kanker. Koken is creëren van acrylamide. Acrylamide doodt duizenden mensen per jaar. Maar de geneeskunde spreekt hier niet over. Vaak zegt men, mevrouw, wij kunnen niet helpen, wij weten de oorzaak niet. Wij weten niet waarom de mens gestorven is. Wel, acrylamide doodt duizenden mensen per jaar door het creëren van deze toxische chemische samenstelling. Geen enkel van de 25 miljoen dieren in de natuur koopt, die eten hun voedsel rauw en zij zijn allen gedehydrateerd. Het probleem van onze ziekten is hoofdzakelijk dehydratatie door gekookte voeding die water trekt. Stelt u voor, uw stoelgang is 75% water en uw voeding die u kookt heeft maximaal 25% water. Dus 75 van de stoelgang min 25. U mist 50% water om uw stoelgang aan te maken. Dus dat wordt getrokken uit de ogen, de reden waarom dat mensen brillen. Uit de huid, de reden waarom mensen gaan rimpels krijgen op leeftijd. Wordt getrokken uit de gewrichten. Is een reden waarom er zoveel blessures zijn in de sport en dergelijke. Wanneer u een lichaamshydratatie van 60% heeft, die normaal 87% moet zijn, dan kan u de toxines of de giftige stoffen niet meer uit uw lichaam krijgen en dan creëert u ziekte. Gekookte voeding, alle dierlijke producten die u bakt of kookt, veroorzaken etter in het lichaam. Alle granen veroorzaken slijmen in het lichaam. Het is tijd om wakker te worden in een zieke wereld. Geniet nog vele jaren van de feesten door gezonde voeding durende het jaar.